Dit is Sophie. Sophie heeft een stoma. In dit filmpje laat Sophie zien hoe je goed voor de huid rondom je stoma zorgt. Waarom moet je goed voor je huid zorgen? Als je goed voor je huid zorgt, blijft je huid gezond en voorkom je lekkages en pijn. Een aantal dingen zijn hierbij belangrijk. Zoek naar stoma materiaal dat goed bij je past. Er zijn veel verschillende stomamaterialen. Je kunt kiezen uit eendelig en tweedelig. De stomaverpleegkundige helpt je bij het kiezen van materiaal dat goed bij je past. Jullie kijken dan samen hoe jouw buik eruit ziet, wat voor kleding je graag draagt en wat nog meer belangrijk is. Verwissel je stomamateriaal voorzichtig. Je stomamateriaal plakt aan je huid vast met een huidplak. Zorg er bij het verwisselen van de huidplak voor dat je huid niet beschadigt. Druk de huidplak langzaam van boven naar beneden los van de huid. Een gaasje met warm water kan hierbij helpen. Met de andere hand houd je de huid tegen. Maak je huid goed schoon. Als de huidplak van de huid is gehaald, maak je de huid schoon met water en een zacht gaasje. Kijk of het goed gaat met je huid. Een gezonde huid is niet rood en heeft geen bultjes. Maak je huid deppend droog met een gaasje en plak nieuw stoma materiaal op je huid. Vraag je stomaverpleegkundige om tips. Ondanks een goede verzorging van de huid rondom je stoma kan het toch zijn dat je huidproblemen krijgt. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Neem contact op met je stomaverpleegkundige als je huidproblemen hebt. Het is wennen om goed voor je stoma te zorgen. Dat is niet gek. De meeste mensen krijgen er op den duur handigheid in. Heb je vragen, maak je je ergens zorgen over of heb je problemen? Praat erover met je stoma-verpleegkundige, neem contact op met de stomavereniging of ga naar stomawegwijzer.nl.